zoals u achter mij ziet is het groot feest in Zwartebroek. Want de basisschool hier, Het Anker, hier achter mij, die heeft een paasmarkt georganiseerd voor de renovatie van het schoolplein. En daar kunnen wij als Mijn Nieuws TV natuurlijk niet onderuit om daar even een kijkje te gaan nemen. Ik heb 30 cent gevonden. De presentator hier heeft ook kredietcrisis, dus we gaan eens kijken wat er voor te krijgen is. Meester Peter. Ja, nog met haar, maar niet zo lang meer geloof ik, hè? Nee, dat hangt een beetje van de mensen hier af eigenlijk. Maar ik hoop dat het nog wel een beetje op blijft. Want wat is de bedoeling? Nou ja, we zijn bezig acties houden voor het schoolplein. Want we willen echt heel graag gewoon een mooi schoolplein waar kinderen veilig met mooi materiaal kunnen spelen. En daarvoor houden we acties, waaronder deze paasmarkt. En ja, mijn bijdrage is eigenlijk mijn haar eraf te laten knippen. Maar dan wel voor 1 centimeter voor 15 euro. Ja, u verkoopt mooie tulpen en andere bloemen. Ik heb 30 cent bij me. Dat moet toch wel lukken, of niet? Nee, sorry, dat gaat niet lukken. We hebben toch het geld voor het schoolplein nodig. Maar ik kan wel regelen dat u 1 spelletje kan doen op een kaart van 5. Als u dat zo voor mij zou kunnen regelen, dat zou wel fijn zijn. Want ik heb al een pony zien lopen daar. Misschien als je dat kan regelen. Ja, het ponyrijden moet ik u helaas teleurstellen. Dat is 1 euro. Die vallen net buiten de spelletjeskaart. We hebben binnen en hier op het plein 10 spelletjes. En daaruit kunt u dan kiezen. En als we kijken naar het totale bedrag van het schoolplein, hoeveel hebben jullie nodig om het echt te gaan renoveren? Nou, dat loopt wel tegen de 20.000 euro. Het kost gewoon ontzettend veel geld om materiaal aan te schaffen en neer te leggen. Ja, dan moet je echt wel in die orde van grootte denken, ja. Nou, is dit niet de eerste actie, heb ik begrepen, die jullie houden? Hoeveel staat te tellen? We zitten nu op 3.500 euro. We zijn er wel een eentje overheen. En ja, daar mogen we niet mee klagen. We hebben 2 echt grote acties gehouden. We hebben een mooie gift gekregen van iemand. En nog ook gewoon ja, wat initiatieven van ouders. En dat waarderen we heel erg. Ja. Ja, hard werken dus hier voor de kinderen en de leerlingen op het schoolplein, om dat schoolplein dus ook te gaan renoveren. Voor mijn 30 cent heb ik uiteindelijk toch nog wat moois op de kop weten te tikken, al weet ik nog niet helemaal wat ik er mee ga doen.